En lang moest een bomvolle sporthal wachten op de eerste treffer. Maar dan is het André Kuipers die DOS 46 aan de leiding brengt. De speler van het jaar was een van de 9 internationals die op de vloer stonden en in Tsjechië wereldkampioen werden. Deze nummer 9 is Madi Tims. Even een kindje baren en dan weer terug op het hoogste niveau. Maar PKC schoot slecht in de beginfase. Beide ploegen hadden slechts anderhalve week voorbereiding door het ontbreken van de internationals. En vooral de ploeg uit Papendrecht leek daar last van te hebben. Kasper Boom. Combinatie met Mirjam de Klein, nogmaals. En dan staat Peter Lageweg in positie en hij faalt niet. Lageweg die pakkende duels uitvocht met de sluwe vos Leon Simons. DOS 46 speelde zuinig in die beginfase. Schoot als het nodig was en liep binnen het kwartier uit naar 5-1. Voordat hier Madi Tims de 5-2 laat noteren. En die voorsprong van 3 punten hield DOS 46 tot rust vast. Vooral door André Kuipers. De zwakke knie goed ingepakt. Hij bepaalt de ruststand op 10-7 en het publiek laaiend enthousiast. Debuterend coach Jan-Jouke Vlokstra handhaafde zijn tactiek in de tweede helft en zag PKC hier via Madi Tims nog wel op 10-10 komen, maar het verontrustte de Nijenveeners niet. Vorig jaar verloren ze nog thuis van PKC, maar nu met André Kuipers gaat het goed. Combinatie met Janice de Groot en hij scoort hier 12-10. PKC-coach Jaco Vermeer, die geen onbekende is in Nijenveen, haalde de falende Belg Kleiman eruit. En Seisterman, amper 5 seconden in het veld, 13-12. En PKC leek daarna wat in de wedstrijd te groeien, combineerde en schoot wat beter. En je zag dat men vooral good old Leon Simons in stelling probeerde te brengen. We zien hem hier op de rug met 23. En hij scoort hier de 14-14. En even lijkt het er dan op dat PKC meer controle krijgt. Seisterman niets. Simons dan. Combinatie met Suzanne Struik. En dan hier een prachtige onderschepping van Jiska Cinema. Naar het vak waar George Kei de plaats innam van publiekslieveling Harald Lucas. En u ziet het spandoek. Harry for President. En weer is het André Kuipers. 15-14. En het zelfvertrouwen bij de Nijenveeners neemt toe. Dit vak. Met de dames Christel Meijer en Janice de Groot. Met George Kei. Allemaal in dienst spelend van André Kuipers. En hier is de lange man weer. Heel simpel. 16-14. En deze 2 punten voorsprong houdt DOS 46 tot 2,5 minuut voor het einde. Hier is het Bart de Wit. 18-17. En wordt het dan toch nog even spannend. Weer Bart de Wit. Madi Tims. Wim Scholtmeijer. Maar deze Drent werd volledig door Kuipers uit de wedstrijd gespeeld. En hij scoorde geen enkele maal. Dan het vak met Kasper Boom. Combinatie dan met Jiska Cinema. Peter Lageweg. En als er gescoord moet worden, dan is het Boom. Een van zijn 6 treffers brengt stand op 19-17. En de allerlaatste score is natuurlijk voor de topper van de avond, André Kuipers. Zijn 9e treffer, winst voor DOS, 20-17 en iedereen blij. Ja, zeker. Je weet, tegen PKC is het altijd een lastige wedstrijd. Het is de opening van de Korvel League. En dan de punten pakken, ja, dat is geweldig. Wat heeft het je meest verbaasd in positieve zin? Nou, dat heeft me eigenlijk niks verbaasd. Ik was van de hoogte op van de kwaliteiten van onze ploeg en ook van de kwaliteiten van PKC. En wij weten dat we nog beter kunnen. We kunnen groeien in het seizoen, dat we willen ook groeien in het seizoen. Maar goed, we wisten wel onze kwaliteiten en dat hebben ze prima neergezet. Ik noem het woord flexibiliteit. Nou, flexibiliteit. We kunnen over meerdere schakels kunnen wij gevaarlijk worden. We hebben een aantal mensen in de ploeg waarvan we weten dat die sowieso hun goals maken. En daarnaast hebben we het ook verdedigend redelijk goed georganiseerd. Dus wat dat betreft was dat prima. Zonder iemand tekort te doen, André Kuipers, de man, Wim Scholtmeijer ook uit de wedstrijd gespeeld. Ja, zeker. Kijk, André, dat is een topspeler. Dat is misschien wel de beste man van Nederland. En die heeft het vandaag prima gedaan. Maar goed, dat wordt ook van hem verwacht. En wat dat betreft denk ik inderdaad wat je zegt, van je moet niemand tekort doen. Want mensen die wat minder scoren zijn minstens zo belangrijk voor de ploeg. Ja, en de eerste klap is een daalder waard. DOS 46 wint van PKC.